Ja. Ja! Beste! Ik doe het gelijk. Welkom bij deze nieuwe video. Ik weet niet goed hoe we het moeten noemen, maar het idee is dat we van alle dingen die we hebben gekocht, proeven het aanmerk en een euroshopper of een goedkopere merk. En dan gaan we ons te beurten raden welke het echte merk is, euroshopmerk is. Ja, maar echt je ogen dicht doen, hè. Niet vastspelen, Pinky. Ik heb misschien nog van die blindfolds. Nee, dat hoeft niet. We doen gewoon echt onze ogen dicht. Voordat we deze video beginnen, jongens. Abonneer op ons kanaal. Bijna 100.000. Abonneer en hoor bij de meisjes. We zijn zo dichtbij nu. We zijn echt heel dichtbij. 97.000. En als ik naar mijn statistieken kijk, jongens. Maar 30% geabonneerd. Ja. Dus dat betekent dat de overige 70% die nu aan het kijken is, niet abonneert terwijl je wel onze video's kijkt. Dus alsjeblieft, abonneer op ons kanaal. Oké, ik ga popcorn proeven. Oké, dan moet jij je ogen dicht doen. We hebben 2 zakken popcorn gehaald. Deze was 1,99 en deze was 99 cent. We kunnen ook gelijk zien of het je geld waard is. Dat je dus voor een aanmerk kiest of niet. Oké. Heb je gekeken? Oké. Nou, proef maar. Kijk, op zich mag je nu wel kijken. Wat zei je? Welke is de duurdere? Deze. Dit is de duurdere. Ja. Waarom denk je dat? 100%? Ja, is het... Wacht. Ja. Op die euromerk zat altijd heel veel zout op. Ik denk dat dit het duurder is. Ik zal je aan vertellen. Ja. Nee, dit is de duurdere en dit is de goedkope. Dus... Jongens, je hoeft niet voor 2 euro zo popcorn te halen, want je kan gewoon ook de goedkoopste halen, want niemand heeft het door. Oké, het volgende, cola. Mensjes, ik drink echt veel cola. Te veel, ik zou veel minder cola moeten drinken. Dus ik weet 100.000% zeker dat ik de goede cola kies. Als ik dat niet kies nu, ga ik echt ten onder. Want ik wil ook alleen maar Coca-Cola. Ik wil geen Pepsi, ik wil geen Light. Ik wil alleen maar deze cola. Altijd. Dus als ik het nu niet kies, of zie, je moet het zo doen. Ja. En dan inschenken, want anders vergeet je. Oké. Maar weet je precies waar de echte cola zit? Ja. 100%? Ja, hier is dit. Mag ik kijken? Heb je het echt gedaan? Ja, ik heb het gedaan. Is het raar als ik zeg dat ik nu al denk dat ik het weet? Ja. Ik moet zeggen, nee, oké, dat is misschien wel raar, want het ziet er wel hetzelfde uit. Proef het. Oké, ga proeven. Ja, maar ik ben gewoon zenuwachtig als ik dit verkeerd heb, hè. Oh, oké, nee. Dit is mijn liefde, bam. Ja. Ja! Dit is het! Ik doe het gelijk. Dit is het, je proeft het meteen. Ja. Natuurlijk. Ja, snap je? Ja. Sorry, oké, ik was even zenuwachtig, maar natuurlijk heb ik mezelf niet in de steek gelaten. En mijn favoriete cola ook niet. Dus, proost. Jij mag deze. Proost. Van cola is trouwens, jongens, wel zo'n intens prijsverschil. Oh nee, dit zijn wel 12 blikjes. Dat is mooi.
voor 12 blikjes betaal je 8 euro van de echte cola. En van de neppe cola betaal je voor 6 blikjes 1 euro 49. Ja, maar ja, het is ook niet lekker. Het leek mij dus een leuk idee om ook de fruithapjes te testen. Of dat nou uitmaakt. Ik denk eigenlijk wel dat ik deze ga proeven. Ik moet eerlijk zeggen, de prijzen verschillen maar 20 cent. Volgens mij was die Olfried 1,20 euro. En de Albert Heijn Bio fruithapjes 99 cent. Maar goed, ik ben benieuwd. Deze moet je wel met je ogen dicht doen. Want ik geef je gewoon een hapje eruit. Sorry, ik kon niet laten. Lekker hoor. Oh ja, ik weet het al. Oké, maar stop. Ik weet het al. Nou, wat denk je dan? Niet kijken, wat denk je dan? Dit is bio. Is dit de bio? Hoezo denk je dat dit de bio is dan? Nee, het is veel dikker. Je voelt ook stukjes van die persik. Dus dat is dan bio? Nee. Dus als het vloeibaarder is, is het geen bio? Nee. Ja. Ja, ja. Oké. Dus jij denkt dat die eerste die je hebt gehad, de eerste die je hebt gehad is bio. En de tweede is de normale. Mag ik wel kijken? Oké. Normale en bio. Ja, dus die goed. Dit is de eerste die je hebt gehad, die bio is. Dit is jouw eerste hapje. En jij zei, je proeft de stukjes. Ja, die is inderdaad dikker. En kijk, die bio is dun. Ja. Het staat 1-0. Ja, ik heb heel veel cola. Wat? Na één slokje. Ja. 0-1 voor mij. Laat even weten in de reactie wie jullie denken dat gaat winnen. Oké, dit zijn wijndums van Albert Heijn zelf. En Red Bull. En ik ga kijken of jij weet welke dit is. Ik eet wel eens deze. Voor mijn gevoel, ik zit te denken, dit is best wel heftig. Maar voor mijn gevoel is alles van de aanmerk, niet alles, maar veel van aanmerk, toch wel een stuk lekkerder. Als ik moest kiezen, zou ik sowieso 100% voor die gaan. Oké, deze is wel echt de helft goedkoper van deze. Deze is 1,89 en deze is 92 cent. Eerlijk, als ik dit zo bedenk, dan zou ik toch een stuk goedkoper uitzien bij mijn boodschappen als ik nog niet het aanmerk zou nemen elke keer. Ik denk dat ik hier zo goed in ben, dat ik alles goed ga raden. Wist je nog dat we heel lang geleden zo'n What's in my mouth challenge hadden gedaan? Echt heel lang geleden, 4 jaar geleden of zo. Proef dan, denk ik. Oh, je hebt ook oranje gegeven. Waarom? Echt, dit is zo niet loyaal. Ik vond alle snoepjes, ik kan geen fuck met oranje. Wat denk je? Ik moet het uitspugen. Ik krijg het nu weg. Ik moet het. Ik denk dat dit goedkoop is. Nee, je mag het niet zoveel. Oké, maar ik moet dan iets hebben. Waar zijn die bekers? Oh, hier. Oké. Okay. Dit is Red Bed. Dit is Red... Oh, wacht. Ik weet het niet. Wel. Dit is Red Bed, die andere is hier goedkoper. Mag ik me openen? Ogen openen? Ja. Ik heb gelijk, hè? Ik proef het gewoon. Ik proef toch verschil. Yes, 2. Hoeveel punten heb jij? 100.000. 0. Volgende is Christy. Ik ga deze doen. Dus pak maar het pak is wel helemaal hetzelfde. Oké, de Christy is 1,45. En deze is 76 cent. Eerlijk, het scheelt wel veel hoor eigenlijk. Hier staat ook 0% vet. Volgens mij, ja, hier ook. 0% vet. Oké, doe je ogen maar dicht, meid. Maar nu heb ik gezien dat nee, want die je als eerste... Nee, maar je weet... Hé, hey, ik heb ga al lang wisselen.
Niet stiekem kijken, hè? Ja, het is toch lastiger? De eerste was de echte frisdrank. Weet je dat? Voordat je kijkt, weet je dat heel zeker? Kan je het permitteren om. Ja, ik heb vandaag nog frisdrank gedronken. Kijk maar. Heb ik het nog? Ja, je hebt het goed. Ja. Dus je hebt een puntje. Het is nu 2-1 voor mij. Maar kijk, als je deze goed hebt, dan kan ik al niet meer winnen. Dat is zeker waar. Dus eigenlijk is dit de beslissende. Maar ik zal jullie eerlijk zeggen, cola is mijn specialiteit. Dus ik durf het niet te zeggen of ik ook de echte Fanta kan scheiden van de echte Fanta, aanmerk Fanta. Ik denk het wel, want dit is het van hetzelfde merk. Ja, maar kijk, zo vaak drink ik geen Fanta. Eerlijk gezegd hou ik eigenlijk niet van Fanta. Dus dit durf ik niet te zeggen. Misschien hoor ik al aan het hoe het blikje open gaat. Ja, maar dit is niet. Oeh, die ene klonk wel meer. Maar je weet toch niet welke ik je als eerste geef? Oh ja, dat is waar. Nou, dat hoor je niet hoor. Nee, dat hoor je niet. Ik dacht, misschien heeft die duurdere Fanta een echte. Als je weet, heeft het een andere kleur? Nee. Want de kleur kan ik denk ik wel een beetje zien. Dus dan moet ik het niet. Kijk, nee, het heeft geen andere kleur. Dus in principe mag je wel kijken. Toch denk ik dat ik het wel weet hier. Dat dit een nep. Drink het nou maar. Dit een nep is. Denk ik. Maar we gaan nu voor de smaak. En kunnen we ook even beseffen dat ik door corona nog steeds niet 100% proef, hè? Dus hoe knap is dit? Wat ik aan het presteren ben hier. Oké. Even ruiken. Ruik ook niet 100%? Ja. Gewoon. Oh, en geur is wel degelijk een verschil. De ene ruik je veel meer als de ander. Ruik eens. Ruik je dat? Nee. Dan kan je denken, heeft of de duurdere een goede geur, of heeft de goedkopere juist een extra chemische geur. Dat kan twee dingen betekenen. Oké, ja, ik ga nu wel even. Dit is denk ik de nep hoor. Ik ga het even doen. Heel moeilijk, maar deze heeft ook echt minder smaak. Dus de neppe heeft denk ik sowieso minder smaak. Dus welke is de neppe? Ik ga nog één keer proeven. Dit is voor de win, hè. Ik win het als ik het goed heb. Nee. Ik ga toch switchen. Nog één keer. Ja. Oh nee. Dit is de neppe, dit is de echte. Nee! Ik heb gewonnen. Wie heeft gewonnen? Zeg het! Oké, ik ga jou zo nog één andere geven. De sowieso. Oké, laat me het zo zeggen. Als jij de volgende nog haalt, krijg je een bonusronde. Dan mag jij ook die van de cola doen. Nee. Maar dan moet je de volgende wel halen. Haal je de volgende niet? Dan moet je gewoon beseffen, ik ben hier gewoon veel beter in dan jij. Oké? Hier hebben we kaasje en ik denk wel dat ik... Ja, ik hoop... Ja, wacht, waar is die andere in hier? Deze zak, die goedkoper is 94 cent. En die duurder is 1,89. Maar, oh, je mag nu ook niet kijken, hè? Wow, een criminaal. Dus als je nu goed hebt, ga je voor een revanche. Maar dan staan we het gelijk. Want jij hebt 3, ik heb 1.
Oké, ik zeg je eerlijk, vanuit het bakje raak je het meteen. Dus je mag echt niet kijken. Zie je gewoon duidelijk kwaliteitsverschil, jongens. Come on. Echt. Duidelijk. Weet het dan? Je praat zomaar, want je hebt die andere niet eens geproefd. Oké. Tweede echte eerste neppen. Wacht, die kijken. Ik gaf je twee keer dezelfde. Wow. Ik ga stuk. Oké, je hebt goed geproefd. Dus dat was 1, dit is 2. Dit is die ik nu in mijn hand heb, is nep. 100% is dat je antwoord. Je hebt de revanche. Je hebt het goed. Er zitten ook allemaal gaatjes in. Ja. Nee. Nee. 100% beter. Nee, sorry. Oké. Ogen dicht. Ja? Ja. Dus 1. Kun je me nu ook een oranje te geven? Ja. Wat denk je? Wat je doet, krijg je terug. Eerst is de nep. Weet je het zeker? Oké. Nee. Echt niet? Jawel, oké. Je hebt het goed. Je hebt de revanche toch nog gewonnen. Ik zweer het, Celine kan zo niet tegen de verlies. Het is gewoon echt om te janken. Ik vond het heel leuk om te doen. Dus laat even weten in de reacties wat voor producten we nog meer moeten testen. De duurdere en dan de goedkopere, yeah. Toch? Ja. Yeah. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En wij uploaden elke dag een video. Wauw, het is echt zover. Elke dag uploaden wij een video. Dus ik hoop dat jullie morgen ook weer kijken. En dan zien we jullie snel. Doeg! Be with you always.